Deze nieuwsuitzending is ter ere van Alan Watt van cuttingthroughthematrix.com. Misschien dat ik in het beschrijvingsvak, de description box onder deze video, misschien dat ik even zijn website erin zet. Maar dat hoeft toch niet. Alan Watt. Ik heb in die vorige uitzendingen zijn voornaam gespeld. En zijn achternaam gespeld. En pas op voor. Want je hebt ook Alan Watts. Met een S erachter. Dus W-A-T-T. En dan een S. Van Simon. Ja, die moet je niet hebben. Want die lult uit zijn nek. Die loopt een beetje zogenaamd esoterisch te ouwe hoeren. En dat slaat helemaal nergens op. Poëzie in de ruimte. Een gelul in de ruimte vind ik niks. En poëzie in de ruimte vind ik ook niks. Poëzie in die zin is ook onzin. Gelul. Maar Alan Watt, die lult niet. Want die weet van de Royal Institute of International Affairs. En de Council on Foreign Relations. In de vorige uitzending over ter ere van Alan Watt heb ik het erover gehad. Dus luister die dan even na. Want, ja, moet ik nu alles overnieuw gaan vertellen? Dat zou toch jammer zijn. Zonde van jouw tijd. En die van mij. Ik ga het vandaag hebben over anarchie. Ik heb dat al eerder uitgelegd hoor, wat dat betekent. Heel veel mensen zijn bang voor anarchie. Ze denken dat anarchie, dat rechteloosheid is. Of wetteloosheid. Het is één grote puinhoop. Nee, dat is niet zo. En ik weet dat zeker. Ik ben bijna 60, dus ik mag recht van spreken hebben, of niet? Maar anarchie betekent iets anders. Het betekent namelijk an, en dat is niet, en dan archie. En een archie is een maatschappij die staat onder een heerser. Dus een archie, dat is een groep en die staat onder een archon. Dit is Grieks. En Grieks was ooit het Engels van de wereld. In die zin dat Grieks de voertaal was. En ons huidige Nederlands, dat zit helemaal vol met Griekse woorden. Nog steeds, ja, waarom niet? Dus archon betekent heerser. Nou, een anarchie is een maatschappij zonder archon. We hebben in Nederland het woord monarchie. Nee, we leven in een monarchie. Een republikeinse monarchie. Zo wordt het denk ik genoemd. Maar het heeft een monarch. En monarch, mono, betekent één. En dat is weer arch. En dat is archon. Dus één heerser. En dan komt alles goed. Ja, met een koning Willem-Alexander. Met zijn vrouw, en die komt uit Argentinië. En die is opgegroeid tijdens de vuile oorlog. En wat bang dat ze was, joh. Oh, nou, het was een hele enge tijd. Ja. En haar schoonmoeder, dus Beatrix. Prinses Beatrix momenteel, denk ik. Ze was vroeger koningin. En die is naar Plaza Huppeltje Pup gegaan. Waar die, weet dat ook weer, de dwaze moeders protesteerden. Of demonstreerden, moet je zeggen. En hun demonstratie was: waar zijn onze kinderen gebleven? En Maxima die was dan bang dat ze ook ontvoerd zou worden. En ga toch weg, man.
De vader, dat was toch Sorrigetta, de minister van landbouw. Ik snap ook niet waar je een minister, een argon van landbouw voor nodig hebt. Sinds wanneer kunnen de boeren niet meer zelf voor het land zorgen? Als een boer dat niet kan, ja, dan verkoopt hij zijn land aan iemand die daar wel voor kan zorgen. En zorg voor die avocado's of wat kan je laten groeien in Argentinië. Een goed klimaat hoor daar. Heb je dan ook een minister van veeteelt nodig? Maxima behoort tot de clan der Argons. Nou, dat zeg ik goed. Op zijn Duits is het dan des Argonen, denk ik. Op zijn Nederlands zeg je der Argons. En wij maar betalen voor die Argons. Hè? Wat die Maxima of Maxima... Dat kost een partij geld, jongen. En wij kunnen dat helemaal niet betalen. Koning Willem-Alexander kan wel zeggen... Ja, ik wil graag een Maserati voor mijn verjaardag. En het is binnenkort Koningsdag. En ik dacht, nou, als het volk even gaat betalen voor mijn Maserati... dan ben ik heel blij. En als ik heel blij ben, is dat goed voor het volk. Want dan kunnen ze kijken naar een Argon die heel erg blij is. En dat geeft een positieve energie. En dan gaan ze nog harder werken. Zodat ik volgend jaar niet alleen een nieuwe Maserati kreeg. Maar ook een Porsche erbij. Want die vrouw van mij, die Maxima. Die bij de vuile oorlog zat toe te kijken. En heel erg bang werd. Omdat allerlei Argentijnse burgers werden afgeslacht. Dat zij ook een autootje heeft. En ik dacht om een Porsche. En wij kunnen dat niet betalen. Wij hebben dat geld niet. We gaan eraan kapot. En niemand heeft het in de gaten. Iedereen denkt, ja, maar dat is wel leuk hoor, dat koningshuis. Want dan heb je eens per jaar, dan mag je vrij handelen. Ja, dat doen ze dan, hè. Dat is in Amsterdam. Dan mag iedere Jan Doekel, die mag broodjes huppeltjepup gaan verkopen. En oude schemerlampen. Dus allemaal belastingvrij handelen. 1 dag per jaar. En we kunnen ook afspreken dat we 1 dag per jaar, als we dan handelen, dat we dan 40% van de handel afstaan aan het Koningshuis. Van alsjeblieft. Gaan we 1 dag per jaar gaan we handelen en jullie krijgen 40%. Nou, dat lijkt me prima te doen. En voor de rest van de tijd laat je ons met rust. Hebben we het goed begrepen? Maar ja, zo ben ik. Ik ben anarchist. Ik vind het helemaal niet erg dat iemand de baas is. Ik vind het ook niet erg dat hij daarvoor betaald krijgt. Het is allemaal best. Maar wat is de dienst die geleverd wordt? Welke dienst levert koning Willem-Alexander? Behalve de Belastingdienst. Ja, zeg maar. Je hebt hier in Nederland zo'n instituut en het heet Rijkswaterstaat. Ja, sorry hoor, maar ze doen helemaal niks. Wat doet Rijkswaterstaat nou? We hebben momenteel een periode van droogte. Al het gras wordt geel. En waar is Rijkswaterstaat? Ja, maar dan verlang je te veel van Rijkswaterstaat. Want dan denk jij dus dat degene die verantwoordelijkheid op zich neemt en de zeggenschap claimt, dat hij dan ook moet zorgen voor voldoende water. Ja, natuurlijk. Hadden ben je toch geen Rijkswaterstaat? Ja, maar Perry, nou maak je het ingewikkeld. Kijk, de mensen die bij Rijkswaterstaat werken, die werken voor het water. Want er is heel veel water hier in Nederland. En ja, daar moet je wel over nadenken. Ja, maar momenteel hebben wij een grote droogte. En waar is het water? Ja, maar we houden het in de gaten.
Ik vind het best dat er een groep mensen is en die gaan de hele tijd lopen kijken naar het water. Maar moet ik ze daarvoor betalen? Vraag aan jou. Hoezo? Daar kijken wij bijvoorbeeld ook naar de zee, hoor. Want je weet, van El Goor. Dat klinkt een beetje gek op zijn Nederlands, El Goor. Het lijkt een beetje op El Smeerlap. Maar kijk, wij houden de zee in de gaten. Want de zeespiegel, die volgens El Goor, gaat die zeespiegel stijgen. En dan komt de zee die komt tot aan Amersfoort. En Zandvoort is weg. En Bloemendaal is weg. Amsterdam is weg. Amstelveen is weg. Breukelen is weg. Ten Horen is weg. Alles is weg. Alleen Amersfoort, daar kan je nog droge voeten hebben. En daarom zitten wij de godganse tijd bij Zandvoort aan zee. Drinken wij een fatsoenlijk argonisch drankje. Dus niet van dat laffe bier, maar echt een goede cocktail. En dan houden wij de zee in de gaten. Ja, doe het op je eigen kosten. Want de zeespiegel stijgt helemaal niet. Ja, maar het kan wel. Ja, nou, kom even met je berekeningen. Haal het weg. Ja, soms neemt de hoeveelheid ijs op Antarctica, de Zuidpool, ja, die neemt af. En dan neemt hij weer toe. Global warming, ga er weg. Ja, maar Perry, nu doe je er echt wel heel lullig over. Want in de middeleeuwen was het hartstikke warm over de hele wereld. En toen werd het kouder. En dat noemen wij de kleine ijstijd. En sinds die tijd wordt het warmer. En dat is een groot probleem. Het mag niet meer zo warm worden als tijdens de middeleeuwen. Want ja, we weten allemaal dat dat niet kan. En dat het nu warmer wordt dan tijdens de kleine ijstijd, dat komt door ons. Wij verbranden te veel koolstof. En dat gebeurt industriële schaal, maar ook qua mensen. Want alle mensen die ademen CO2 uit. En met name mensen die alcohol drinken, dat is van vastgesteld dat alcohol dat valt uiteen in zoveel CO2 en zoveel water. Ja, dan heb je mooi de boel aan het dingetje. En dan zit ome Jan, die zit je neven te tanken. Ja, en dan krijg je zoveel CO2 van en zoveel water. En daarom stijgt de zeespiegel. Ik snap jullie maar niet. Ja, maar Perry, jij bent zo slim. Ja, wat nou de fuck? Ik ben er helemaal niet slim, ga er weg. C2H5OH plus 6O2. Zuurstof is dat. Ja, dat is Burn Baby Burn. Disco Inferno. Ja, reken het maar uit. C2H5OH plus 6O2. Ja, dat geeft dus 2 CO2. En de rest is water. En bij dat proces, dat is een chemisch proces, dat heet verbranding. Alles met zuurstof. Oxidatie is de officiële term. Dat is oxideren van alcohol. Ja, dan krijg je CO2 en H2O uit. Ja, maar dat kan niet. Waarom niet? Wat is nou het probleem met het drinken van alcohol omdat de zeespiegel gaat stijgen? Ja, maar Perry, dit is iets anders. Mensen die alcohol drinken, die gaan dan vaak een beetje, ja, die worden wat losser en die gaan dansen. En terwijl het als dansen, dan gaan ze zweten en dat wordt allemaal water en daar gaat de zeespiegel van stijgen. En er komt allemaal CO2 uit en dat gaan we belasten. Ja, die tijd komt eraan hoor, jongens. Want onze stupiditeit is onvergeeflijk. Jij kan niet zo dadelijk zeggen, ich habe das nicht gewusst. Wat heel veel Duitse mensen hebben gezegd toen hun verteld werd van ja, er zijn allemaal Joden vergast.
Dat die mensen zeiden, ja, maar dat wisten we helemaal niet. Nee, dat klopt, want er zijn helemaal geen Joden vergast. Er zijn Joden gebruikt voor medische experimenten. Ja, dat klopt. En ze zijn in werkkampen gestopt. Ja, dat klopt. En er zijn er miljoenen gekrepeerd. Ja, dat klopt. Maar gaskamers hebben wij niet gevonden, hè? Ja, maar Piri, dat moet je ruim zien. Want die gemene Duitsers, die hebben... Nou, dat is best opmerkelijk. Toen de Russen eraan kwamen en de Amerikanen van de andere kant... Toen dachten die Duitsers, kom, we gaan de concentratiekampen eventjes... alle gaskamers... Dus dan zijn ze alle concentratiekampen langs geweest. Dan hebben ze overal de gaskamers afgebroken. Het is ook zo'n geweldige getuigenis van een vrouw. En die is dan volgens zichzelf van Joodse afkomst. En die is gefilmd door die... Hoe heet die fan nou? Van Sophie's Choice. Hoe heette die? Ja, maakt niet uit. Die ging het allemaal filmen en die Joodse vrouw die liet dan zien van kijk, deze onderarm, daar stond mijn concentratiekampnummer op. Maar dokter Mengele heeft dat verwijderd. Dus die Duitsers hebben niet alleen die gaskamers afgebroken, helemaal opgeruimd, alle stenen weg, al die Cyclone B-apparaten, allemaal waar naartoe vervoerd eigenlijk, weet ik niet. In een grote kuil gedonderd of zo. En toen hebben ze ook nog, middels dokter Mengele, hebben ze de concentrationslager, een noemering, verwijderd. Ja, geloof jij het zelf? Hoe moet ik iemand geloven die zegt, hier stond mijn concentratiekampnummer, maar dokter Mengele heeft dat weggetatoeëerd? En wij wel lekker doorgaan. Wat maakt het ons het uit als ze lopen te liegen? Ja. Als wij naar Holland's Next Topmodel kunnen kijken... en dan mogen we 1 dag per jaar vrij handelen in Amsterdam... met de vrijmarkt... ja, dan zijn wij al blij, hè? Ja, natuurlijk, een kinderhand is snel gevuld. Ik ben niet teleurgesteld, ik ben niet boos... ik ben stom verbaasd. Wist ik veel. Toen ik 6 was, toen ging ik naar de bibliotheek en dat mocht dan. En dan had ik een kaart met een witte stip. Dus ik mocht alleen maar boeken lezen die ook een witte stip hadden. Nou, dat kostte helemaal niks, behalve als je een dag te laat was om je boek terug te brengen. En dan betaalde je 10 cent of zo. Dat was te doen. En ik lekker leren. Van allerlei dingen opnemen. Ik denk van, nou, dit gaat hartstikke leuk. Op school had ik het alfabet geleerd. Nou, zo moeilijk is dat niet. Hè? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Best te doen. Een gedichtje van niks. Ik lekker lezen. Horrorverhalen over roofvogels die onschuldige muizen eten. Zoals uilen. Zo'n uil die zit dan zo 's nachts met die hele grote ogen. En dan komt er zo'n onschuldige muis die komt naar buiten. Die denkt van oké, ik ga even wat eten. Ja, en dan komt die uil komt eraan. Weg muis. Wow, dat is erg. En nu is het... Ja, het is hetzelfde. Alleen dan onder mensen. Je hebt van die muizenmensen... en die worden opgegeten door die uilenmensen. Ik heb ook zo'n, dat weet ik pas sinds 2 jaar, van mijn vriend Hoeka. Dat is zijn schuilnaam, dus dat mag je best weten. Hij is biologisch onderlegd. Hij vertelde mij dat een muis, die piest de godganse tijd.
Dus om de 100 meter of zo, dan komt er wat urine uit. En dan heb je van die roofvogels en die zweven zo lekker erboven. Dat kost helemaal geen energie hoor, om een beetje zo lekker in de rond te hangen op de thermiek. En die vleugels lekker breed. Een beetje zo, een beetje glijden. Ja. En die hebben een gezichtsvermogen en die kunnen in het ultraviolet, daar kunnen ze zien. Ze kunnen die urine zien. Ze zien die. Ze zien die urine. Wel, Perry, wat maak je me nou? Ja, dat is dus echt zo. Ze kunnen dat zien. Ze hebben dat oogvermogen van die roofvogels, een valk of zo. Of een havik, maar mij dan. Die hebben hoger in het spectrum. Want wij kunnen ultraviolet niet zien. Maar die beesten wel. En urine absorbeert ultraviolet. Dus zo'n roofvogel die ziet zwarte stipjes. Want die UV, de ultraviolette straling, wordt door die urine, en daar zit ureum in. En het ureum absorbeert ultraviolet. Daar kan het niks aan doen. En zo verklappen die muizen waar ze lopen. Dus een roofvogel die ziet alleen maar die zwarte stipjes. En die heeft kennelijk een soort computer in zijn hoofd. Want oké, stipje, stipje, stipje. Dan zit daar die muis. En dan is het een duikvlucht. En ja hoor. Piep, zei de muis. In het voorhuis. En zo gaan wij door het leven. Totaal onwetend. Nergens last van hebben. Wat maken we? De Babylon, daar gaat het om. Dat is de term. Waar hebben we last van? Nou, dat is Babylon. Ja, maar Perry, Babylon is al lang voorbij. Nee. Babylon heeft zich getransformeerd. Er is een boek van Alexander Hislop. En het heet Von Babylon nach Rome. Dat is in het Duits. Het is ook vertaald op zijn Engels. En dan heet het The Two Babylons. Dat is Alexander Hislop. Zoek het op. Hislop is zoals je het zegt op zijn Nederlands. H-I-S-L-O-P. Met de P van Perry. Babylon is all over. Well, the place. Rome heeft gewonnen. En dat kon omdat jullie niet nieuwsgierig waren. Jullie vonden het wel best. Dat Babylon zal zorgen voor de kinderopvang en de bejaardenopvang. En dat je tussen dat je kind en bejaard bent, dat je je te pletten mag werken. En je betaalt ongeveer 80% belasting. Give or take. Jo, maar Perry, dit vind ik wel heel negatief wat je zegt. Ja. Nee, het is positief, want het is waar. En alles wat waar is, is positief. Arthur Schopenhauer heeft gezegd dat het begrip geluk, dat is een negatief begrip. Het begrip ongeluk is positief. En moet ik dat nu uit gaan leggen? Ja, dat kan ik doen. Maar waarom? Ja. Ga Arthur Schopenhauer lezen. Zijn hoofdwerk, dat heet De Wereld als Wil en Voorstelling. Heel correct taalgebruik. En daarin legt hij het uit. Dat is best een dik boek en ja, dat kost je maanden, zo niet jaren, voordat je dat begrijpt. Met de Bijbel is dat makkelijk. Oh nee, dat is ook niet echt waar.
De Bijbel is toegankelijker. En daar staat hetzelfde in, hoor. Maak je geen zorgen. Schopenhauer spreekt de waarheid en alles wat de waarheid is, dat vormt één groot geheel. Alleen de leugen die valt er tussen weg. Neem de aanslagen van 11 september 2001. 99,99999% van de mensen in mijn omgeving die gelooft dat Osama Bin Laden dat heeft gedaan. Maar dat kan helemaal niet. En zo zijn jullie bij de neus genomen. Ja, maar als je dan gaat nadenken over samensweringstheorieën, dan klopt niet, want dat is antisociaal. Wat? Ja, Perry, je weet best wat ik bedoel. Nee, helemaal niet. Ik heb een flauw idee waar je het over hebt. Nou, Perry, ik zal het nog een keer zeggen. Als jij ervan uitgaat dat er mensen zijn en die gaan in het geheime overleggen en dan gaan ze een plan opstellen en dan gaan ze uitvoeren en daar worden ze ontzettend rijk van, dat is negatief. Oh man, ik veroordeel jou tot het lezen van 50 Donald Ducks. Met de zware jongens. En als je daarmee klaar bent, dan ga je Martin Toner lezen. En dan lees je het boek De Bovenbazen. En los van dat boek De Bovenbazen, dan ga je ook nog het monster van Rommeldam, of zo heet dat. Rotterdam kan ook. En los daarvan hebben alle verhalen van Martin Toner waren super en hyper. Dat zijn dan twee misdadigers. En die bestaan niet. En de bovenbazen bestaan niet. En het monster van Rotterdam, of hoe heet dat ook alweer? Die bestaat ook niet. En ben jij maf? Die bestaan wel. Er zijn mensen die gaan met mij een discussie beginnen dat zij vinden dat God niet bestaat. Nou, dan word ik gelijk helemaal depressief en dan vraag ik om 15 jenever. En een klisma, dus dan doe ik al die lever gelijk in mijn anus. Ja, dat is een grapje natuurlijk. Dat ik goed dronken ben. Als het het bestaan van God, dat gaat niet. De frase God, spatie, bestaat. Op zijn Engels, God, space, exists. En op zijn Latijn is het dan Dieu existre. Nou, die frase klopt niet. Die heeft geen inhoud. Je hebt net zoveel inhoud als dat ik zeg bloebadiblabla, la la la. Het heeft geen inhoud. Want God is de veroorzaker van het bestaan. En daar begint het mee. Wij mensen moeten Genesis 1 vers 1 begrijpen. Dat moeten we onze kinderen leren. En wat staat daar? In den beginne schiep God hemel en aarde. Dat is de vertaling van de Koning Jacobus Bijbel, de King James, uit 1611. En die staat in het Engels. Nou, wij hebben daar een Nederlandse versie van. Twee eigenlijk. De NBG. En daar zitten wat pikante vertalingen in. Die niet helemaal vertrouwen. Maar het merendeel is wel mooi. En Genesis 1 vers 1, daar is volgens de NBG, het Nederlands Bijbelgenootschap, staat daar in den beginne schiep God hemel en aarde. In de King James staat in the beginning God created the heaven and the earth. En in de Statenvertaling staat in den beginne schiep God den hemel en de aarde. De Statenvertaling is correcter, vind ik, op dat gebied.
En op wat meer punten ook. Maar dat is de definitie van God. Punt. Er is geen ander boek dat God definieert. Kom er maar mee. De Mahabharata, daar komt het hele woord God niet in voor. De Tao Te Ching van Lao Tse. Dat is een heel mooi boek. Mag je van mij zo lezen hoor. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Dat kan je zo op internet bestellen. Of je gaat naar een tweedehands boekwinkel. De Tao. Tao betekent weg. Tao Te Ching. Ja, ik weet niet wat Te Ching betekent. Dat is in het Nederlands. Dat kan je zo kopiëren. De Tao Te Ching die begint, als ik me goed herinner, want ik heb het boek in mijn bezit gehad. En die stoepmoeder van mijn kind, die heeft het boek verduisterd. Per ongeluk of opzettelijk, het maakt me niet uit, maar ik ben het boek kwijt. En dat was niet mijn eigen keuze. Heel mooi boekje, de Tao Te Ching. Daar komt het woord God niet in voor. Het begint ermee, dat is geniaal. Van, in tijden waarin liefdadigheid toonaangevend is, mag men zich zorgen maken. Daarmee bedoelde Lao Tse, dat is de schrijver, Lao Tse bedoelde daarmee liefdadigheid. Als dat openlijk is, dat is niet goed. In de Bijbel staat, jij mag aalmoezen geven. Er is een bedelaar of er is een gezin en papa is dood. En jij schuift eventjes 10.000 ruggen. Dat doe je in het geheim. Maar niet openlijk. Dus openlijke liefdadigheid, dat mag van de Bijbel helemaal niet. En van Lao Tse ook niet. Dus lees Lao Tse, die begint gelijk goed. In tijden van liefdadigheid zal men zich zorgen maken. Neem de Dhammapada van Boeddha. Daar komt het woord God niet in voor. Helemaal niet. Boeddha heeft gezegd, om mijn verhaal duidelijk te maken, heb ik het begrip God niet nodig. Dat is het enige wat Boeddha heeft gezegd over God. Dus Boeddha wist van God. Hij wist van het begrip. Maar wie is God? God is de creator. En jij bent geschapen naar zijn evenbeeld. Heel positief, vind je niet? In de Bijbel, dat is Genesis 1, daarin staat dat de macht die de wekker heeft aangezet, de tijd heeft gestart, die hemel en aarde heeft gecreëerd, die heeft jou geschapen, gecreëerd, als evenbeeld van hem. En laat het even op je inzinken. Stel, ik ga ervan uit, jij heet Joris. Jij bent een mens en jij heet Joris of Gerda. Het geldt voor mannen en vrouwen, by the way. Het geldt voor mensen namelijk. Jij bent Joris. Als je dan Genesis 1 vers 1 leest, dan staat daar, in den beginne schiep Joris het idee en de realiteit daarvan. Een idee stelt niks voor als dat niet gerealiseerd kan worden. Dus je moet eerst een idee hebben
En dan komt de realisatie. Dus jij bent geschapen naar het evenbeeld van God. En je houdt je aan die volgorde. Dus ik laat hem even een pauze vallen. Dat je de Bijbel goed begrijpt. Dat de anarchie... Je hebt helemaal geen heerser nodig. Een koning Willem-Alexander en die viert zijn koningsdag. Ja, nou en? Met je vlaggetje gaan zwaaien? Nou wat? Sinterklaasfeest. Ja, ga toch weg? Ja, maar met Sinterklaas kregen de kinderen cadeautjes. Ja, what the fuck? Met een Sinterklaasfeest verplicht je je kind om binnen zoveel dagen een verlanglijst op te schrijven. En dat kind moet ook nog blij zijn met wat jij voor dat kind gekocht hebt. Terwijl dat kind misschien op dat moment helemaal geen behoefte had aan een cadeautje. Je moet je kind in de gaten houden. En af en toe vragen, want dan wil je niet rolschaatsen. Maar als je kind zegt, maar misschien. Nou, dan hoeft ze geen rolschaatsen. Klaar. Dan wil je een pijl en boog. En je kind zegt, maar misschien. Ja, dan krijg je geen pijl en boog. En dan vraag je in juni, als het lekker weer is, van, nou, heb je niet zin om te gaan vissen? Dat zo'n kind zegt, nou, dat lijkt me leuk, maar ik heb geen hengel. Nou, zeg je tegen je kind, dan krijg je van mij een hengel. En dan ga je met je kind en je zakmes naar het bos en dan haal je een mooie tak. Dan heb je wat nylondraad nodig, een kurk en een haakje. Oh ja, en wat loodjes. Dat is ook wel handig. Maar dat kan ook een bout zijn of een klein boutje. Dan maak je een hengel voor je kind. Een mooi haakje. Wat moet er dan aan het haakje? Ja, zeg je tegen je kind, ga maar wurmen vangen. Want dat vinden vissen lekker hoor, van die wurmen. Heerlijk vinden ze dat. Dat is jouw cadeau aan een kind. En niet met Sinterklaas. En ik vind het wel leuk hoor, Sinterklaas. En dan moet je van die gedichten schrijven en surprises maken. En you believe me dat ik er een ster in was om... Ja, degene die dan... van die kaartjes, die loodjes moet je dan trekken. Degene die ik had, die was altijd de bok. Kerstmis is ook zo'n idioterie. Maar natuurlijk, ik heb er helemaal geen probleem mee, joh, dat je stilstaat bij de wisseling der seizoenen. Dat vind ik verstandig. En dat kan je op allerlei manieren doen. Dus, heb je een kind, dat vind ik zo'n mooie fase voor een mens, hè, om een kind te hebben. Heb je een kind, dat je tegen je kind zegt van ja, het wordt 21 december. En dat je kind zegt, ja nou, en wat maakt het uit? Dat je zegt, ja, dat is de langste nacht. Dat is de kortste dag. En daarna wordt het alleen maar beter. Ja, dan ga je wat doen. Maar je kan ook niks doen. Hoezo moet je dan met z'n allen naar een gebouw met allemaal stenen op elkaar gestapeld en van die gebrandschilderde ramen erin en van die harde bankjes en die ongelooflijke slechte akoestiek. Dan ga je een beetje lopen luisteren naar gezeur van een man met een muts. En koorknaapjes. Nee, natuurlijk niet. En Christus is helemaal niet geboren bij de winterzonnestilstand. Dat was ergens in september. Ik kan denk ik zeggen dat Christus, Jezus, sterrenbeeld maagd was. Wat komt er na maagd ook alweer? Is dat... Ja, dat ga ik nou niet opzoeken. Er is geen enkele reden om bij de winterzonnestilstand de geboorte van Christus te herdenken. En er is geen enkele reden om de geboorte van Christus te herdenken. Je leest je Bijbel. Hoezo moet je de geboorte van Christus Jezus herdenken? Als je de Bijbel goed leest... Dan was Christus altijd al
Christos is geboren voor de tijd. Dus hoezo kan je een geboorteherdenking doen van Christus Jezus? Waarom zou je de kruisiging, wat wel heet de gebeurtenis, zo noemden wij christenen dat vroeger, hè? De gebeurtenis. De gebeurtenis met de mens. Zo heette Christus. De mens heet hij. Het begrip staat gelijk aan anthropos. Dat komt van Rudolf Steiner. Dat is een Duitse schrijver. Die was lid van de Theosofen. En die heeft zijn kont tegen de krib aangegooid. En hij heeft naar mijn herinnering, dus controleer het maar, heeft Rudolf Steiner gezegd dat hij die geen bevatting heeft, geen begrip heeft van het christendom, waarmee hij bedoelde de Bijbel gelovende christenen en niet een of andere kerk. Rudolf Steiner was niet van de kerk. Van geen enkele kerk. Hij heeft gezegd dat de mensen die geen begrip hebben, geen bevattingsvermogen hebben voor christendom, hou maar op. Dan hoef je geen enkel boek van Steiner te gaan lezen hoor. Want dan snap je er toch niks van. En dat Rudolf Steiner zegt, je moet goed zorgen voor je kinderen. Ben jij gek geworden? Homo. Hey, dat heeft Steiner niet gezegd natuurlijk. Ik maak maar een grapje. Hey, de Bijbel is het boek waarin het woord God een betekenis krijgt. Je hebt allerlei woorden. Je hebt ook een woord als poep. Een poep is, wat betekent dat? Ja, in het enige geval is dat stront. En in het andere geval is dat lieveling. Hé, hey, poepie. Wat zeg je dan tegen je vrouw? Popje, betekent dat. En je drol ziet er ook uit als een popje. Kijk maar goed naar je drol. Het lijkt altijd wel een popje. Hé, hey, poepie. Dat is de inwendigheid van het woord poep. Dus poep, poepje. Maar hey, poep, kun je ook zeggen. Ik vind het. Ik heb gisteravond een ontmoeting gehad met mijn Geleense vriendin. Oh, wat was dat leuk, man. En als zij tegen mij zegt van, hey poep, wil je even bier halen? Dan gaat mijn hart helemaal vlinderen. Ik denk, wow, ze noemt me poep. Ja. Ik ben haar popje. En zij is een waardige vrouw. Die laat zich niet helemaal niks aanleunen. Ze is een geweldige bitch, mag ik haar ook noemen. Ik mag haar gewoon bitch noemen. Vindt ze helemaal niet erg. En ik zeg alleen maar tegen haar van, you bitch. Als zij net iets gezegd heeft waarvan ik dacht van, wauw hier. Maar dat is een rake opmerking. Kijk, zo kan je ook leven. Dus. En zij is katholiek opgevoed. En heeft ze nog steeds, is er dan niet van af. Maar dat vind ik niet erg. Het feit dat ik... Ik ben een zelfstandig bijbellezer. En ik doe dat dan tegenwoordig samen met Jurgen Kliesman. Maar ik luister ook naar andere priesters. Ik denk van, oh, zit het zo? Nee, maar zo had ik het nog niet begrepen. Ik ben zelfstandig lezer. Ik ben mijn eigen kennis. Dat zou je moeten zeggen. Het maakt mij helemaal geen donder uit. En zij heeft dat niet, maar ze is ook een. Zij heeft dat niet. Zij is bij de katholieke kerk geweest. Wauw, daar is ze. Nou, daar komt ze niet meer. Dat zegt er allemaal niets. En zij heeft waarschijnlijk zoiets als.
Ja, ik lees geen Bijbel of zo. Dat is jammer hoor. Aan de andere kant, ze heeft wel meer problemen aan haar hoofd. En de dingen die ze mij vertelde, waar ze mee bezig was, dan dacht ik van, ma. Je zit je wel te concentreren op de prioriteiten. Mijn Chileense vriendin, ik ben er een grote fan van. Die heeft zich echt geëvolueerd. Ik heb er respect voor, hoor. Dus zij is geen stilstaand water. Dat beweegt. Ze vertelde me dat ze een redelijk contact heeft met haar oudste zoon. Eindelijk. Er is veel fout gegaan. Of, ja, dat, hoezo was dat haar schuld? Maar het is wel fout gegaan. En die zoon helemaal boos, want ik wil je niet meer zien. En die zoon heeft ook nog iets met zijn hersenen en bloed. Moet je het goede woord weten. Het ene woord is tia of zo. En het andere is hersenbloedie. Ik weet niet wat hij nou precies gehad heeft. Hij was wel eventjes buiten beeld. Ja, vind je het gek. Hij wilde niet met zijn moeder omgaan. Dit is eventjes wat ik zeg dan, hè. Dat moeten kinderen niet doen. Hè? En ga niet zeggen dat mijn Chileense vriendin... dat die een makkelijke moeder is geweest. Ik zou niet weten waarom. Ze was een mens. Een zondaar. Zij had hechting. Ja, maar die heb ik ook gehad. En als kind heb je dat te accepteren. En niet boos doen tegen je moeder. Die anarchie is dat je, dat wat Christus zegt, heb uw naasten lief. Er zijn heel veel mensen die hebben Jan-Peter Balkenende lief. Of hadden Jan-Peter Balkenende lief. En nu, mijn moeder, die heeft Mark Rutte lief. Want Mark Rutte heeft de BTW laten verhogen van 19% naar 21%. En mijn moeder die heeft een pensioen van Hitler Tokio. Dus die vindt het best. Die denkt, nou, dat kan ik wel betalen. En die houdt van Mark Rutte. Dat is niet de bedoeling. Volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel moet je je naasten liefhebben. En wat is dat dan? Wat is liefhebben? Ik weet het. Ik heb een IQ van boven de 130. Dus ik kan liefhebben beschrijven. Liefde, ik ga nu aan, dus pas op, pak je aantekeningenblokje erbij. Het is heel eenvoudig. Liefde is de optelsom van tijd en aandacht. Twee dingen. Dat is liefde. En geef dat aan je naaste. En wie zijn je naasten? Ja, dan pak je centimeter. Dat heeft te maken met afstand, snap je? Letterlijk. Hoeveel meter? Huh? Mijn moeder die woont in Almere. Ah, dat is best ver weg. Moet ik daar tijd en aandacht aan geven? Nou, eigenlijk niet. Het is veel te ver rijden. Het kost mij... om naar mijn moeder te komen... dat kost me 2 uur. Want eerst moet ik de bult oplopen... naar mijn Maserati 300 SE. Maar die ziet eruit als een Renault Clio. En dat is een deelauto. Maar dat is een half uur lopen... tegen de bult op. Nou, en dan de hele... eind naar Almere, dat is 1,5 uur. Dus dan ben ik mooi 2 uur bezig.
Is mijn moeder mijn naaste? Nee. Nee, niet echt. Nee, mijn buren. De mensen hier in de portiek. Dat zijn mijn naasten. En die heb ik lief. Dat ik... Stuk voor stuk, hoor. Zo'n vrouw die woont boven mij en die is de hele tijd bezig. Ik ben zo blij dat ik onder haar woon. Want je zal er maar mee in hetzelfde appartement zitten. Dus die godganse tijd aan het verbouwen of zo. En dan flikkert er weer wat op de bang, bang. Oh, wat is ze weer lekker bezig. Ik heb haar lief. En naast haar, daar woont een vrouw en die is ook alleenstaand. Die heeft geen kinderen en die is bij de Jehovah's getuigen. En die heb ik ook lief. Die is Indisch of zo. Of ze gaat echt iedere dag naar de zonnebank of ze is zo geboren. Nou, dat laatste is waar. Hè? Nou, en dan daaronder, dus naast mij, daar woont een... Echt, ja, ik dacht altijd, wat een mooie vrouw. Ergens in de 20. Maar onder haar woont mijn vriend Cloud. En die zegt, nou, dat is een kamerolifant. En toen dacht ik, oh mijn god. Want ze had best een leuke vriend. Maar die vriend zit dan de hele tijd ook te luisteren naar dat gestamp. Die vrouwen die... Ik hou van die mensen. En dan heb je dus onder die kamerolifant, daar zit Cloud. Nou, met Cloud heb je verder geen enkel probleem. Ja, hij drinkt alcohol met mate. En hij heeft in... hij heeft militaire training gehad. Met hem hoef je niet te fucken. Ik zat een keer met Cloud, schuin beneden buurman. In het café, het streetcafé. Ga er een keer naartoe. Ah, kom op. Ja. Kom op, boek een treinkaartje en dan kom even naar het streetcafé, man. Je kan daar darten, je kan daar tafelvoetballen, je kan daar dammen. En je kan daar schaken. Ze hebben daar twee schaakborden. En twee setten met stukken. Ja. Ik moet even ophangen. Of niet? Dag Monique, mag ik je zo terugbellen? Oké, tot zo. Doei. Dat is een klant van mij. Het verhaal is belangrijk. De warmte van het bestaan. En dat zoek je bij je naasten. Ik zat met Cloud in het schietcafé in Arnhem... Niks te doen, hoor. En hij heeft dan mij even uitgedaagd om te darten. Terwijl ik ook, ja, het zit er niet echt meer in. En dan vooral dat hij dan dat naar mij vraagt, terwijl het 1 uur 's nachts is. En ik heb 43.000 jenever en 6.500 Jägermeister in mijn snorrel. En dan gaan we darten. Ja, ha, 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 ha. Ik heb wel een keer voorgestaan dat hij zei van... Kijk, je kan het wel. En dan zit ik daar op de hoek van de bar. En een of andere lul. Dat is een heel lang verhaal hoe het in elkaar zit. Maar die is dus 20 jaar jonger dan ik. Heel zwaar en groot. En zo'n kop van... alsof het gekleid is of zo. Een hele grote ronde kop heeft hij. En van die, ja, het is gewoon een huge motherfucker. Dat is denk ik de kortste beschrijving die je van die kerel kan geven. En die schreeuwt naar mij een of andere bedreiging of zo. Hè? En ik zeg tegen Cloud van, dit slaat nergens op. Het ging over knokken, in elkaar slaan en zo. En toen zei Cloud, die zei tegen mij van, ja, ik begreep de situatie. En in principe, ja, kunnen we hem nu gaan pakken? Want hij was tegen de grond aan gegaan. Hij zat in mij uit te dagen tot een gevecht. Ja, ik heb dioptrie, dat is oogafwijking, hè. Mijn dioptrie is +8.
En die bril van mij, daar praat je toch over vervangingswaarde €1300. Sjijk. Ik zit niet te wachten op een knokpartij. En toen zei Cloud tegen mij, van joh, met z'n tweeën is het geen probleem. We pakken hem zo. Want Cloud kan vechten. Maar, zei Cloud, ik ben jonger dan hij. En ik vecht niet tegen oudere mensen. Ik zou het glas omhoog tegen Cloud, mijn beneden buurman. Hallo jongen. Nice to meet you. Oh, dan heb ik nog een rode wijn gedronken en die klootzak is afgedropen. Ja, wat denkt je wel niet? Heb u naaste lief en uw vijanden ook. Ik ga helemaal niet vervelend doen tegen die man. Waarom? Hij heeft een of ander idee over mij. Dat zonder meer. Hij denkt dat ik een pederast ben. Ah, er zijn er wel meer in die tent hoor, een streetcafé, die denken dat ik een pederast ben. En een pederast, als je dat woord niet kent, dat is iemand die zijn leuter stopt in een kleuter. Ik stop helemaal geen leuter in een kleuter. Daar hou ik helemaal niet van. Ik stop ook mijn leuter niet in een aardappel. Nee, man. Ja, maar Piri, doe je niet al nu. Ja, daar ga ik het nou niet over hebben. Maar wat ik doe in mijn eigen slaapkamer met mijn eigen vriendinnen, dat is aan mij. En denk je dat Cloud niet ding is? Die Cloud die zat me nog helaas heel vrolijk te vertellen van ik heb de perfecte strategie gevonden. Je moet die vrouwen negeren en dan komen ze vanzelf op je af. Ja, maar Cloud, die ziet er ook goed uit. Totally healthy. En in zijn woning wordt niet gerookt, terwijl hij zelf wel rookt. Maar in zijn woning wordt niet gerookt. Zo, heel matig met alcohol. Hij heeft zo'n sportfiets. En hij heeft zo'n Toyota Prius. Dat is zo'n geweldige auto. En die staat er voor de deur ook. Ja, welke vrouw wil er niet bovenop gaan zitten? Ah, zo hou je toch van je naaste, of niet? Niets ten nadele van Cloud. Zo'n Toyota Prius rijden, dat is geen zonde, ben jij maf. Dat is een keurige auto, helemaal grijs. Een mooie grijze auto, met een grijze binnenkant. Ja, wat wil je meer? En dan onder mij, dus naast Cloud, daar woont een vrouw en ze heet Ellen. Met een prachtige achternaam, maar die zal het niet uitspreken. Dat kan niet. Dat vind ik te ver gaan. Maar Ellen woont onder mij en die draaide vroeger Metallica. Dan zat ik hier dus in mijn woning een beetje te belangrijk lopen doen op de computer. Want ik ga me concentreren. En dan moet je allemaal blind typen en de compiler runnen en dan de linker opstarten. Je kent het allemaal wel, het computergemeuk. En dan zei je Metallica draaien. En dan altijd dezelfde nummers. En die nummers vond ik ook heel goed. Okay, Metallica, niet alles is even tof. Maar dat zwarte album, dat is... Dat is geweldig. Dat een album alleen maar... Ja, ik weet niet hoe dat album nou heet, maar... En die draaide zij. Er zat vroeger een ongelofelijke dominante kutvriend. Daar moest ik nog mee oppassen ook. Hele boze. Maar nu heeft ze een sweetheart... Echt, een sweetheart. En die staat ook op het balkon onder mij, hè, staat hij te praten met Cloud. Van, hé, lekker weer, hè? Dus Ellen is in goede handen. Okay. Nou, en daaronder wonen twee stellen en die zijn bejaard. En dan heb je het echt over superoud, hoor. Dat is logisch. Je gaat die bejaarden niet bovenin laten wonen.
Dat kunnen die benen niet meer hebben, man. Dus die wonen lekker onderin. Dat is het liefhebben van je naasten. Het ergste leven is dat je je buren niet vertrouwt. En heel veel mensen hebben dat. Hè. Onvertrouwen naar de buren. Dat moet je niet hebben. Behalve natuurlijk als je ongelooflijke kutburen hebt. Maar dan kan je buurtoverleg houden. Want hebben jullie ook zo'n kuthekel aan die? En als dat dan zo is, ja, dan verandert er vanzelf van alles. Het is merkwaardig hoor, hoe de gedachte, de hemel, hoe die vooraf gaat aan de ervaring, de aarde. In de beginnen schiep God hemel en aarde. God is daarmee onze argon. En voor de rest helemaal niemand. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn Hamburgs sage ich sehr fröhlich. Und was gibt das voor? Wat geeft dat voor? Nou, omdat het zo mooi klinkt. Wegen das Klingel sage ich tschüss. En dag lieverds.